Er is vandaag tijd voor een giveaway van de enige echte Game Gear Mushies. Let's go! Like, subscribe, comment om ze te winnen. Let's go! Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe live commentary op mijn kanaal. Bij 100 likes morgen een nieuwe live commentary. En ik denk wel dat het jullie gaat lukken, want jullie zijn beast. En natuurlijk zou dit geen Acid Live commentary zijn als ik geen speciaal onderwerp voor jullie heb. Het onderwerp van deze video is op aanvraag van iemand die naar de livestream aan het kijken was. Jammer genoeg heb ik geen printscreen kunnen nemen van... deze vraag, want het was zo snel weg. Maar ik weet de vraag nog wel. En die was, hoe combineer jij YouTube en school? En als YouTuber is dit echt een super groot probleem. Want als YouTuber heb je gewoon al erg veel tijd nodig om een goede video te maken, om deze te editen, om deze te renderen en om deze up te loaden. En dan heb je nog een school, die ook gewoon super veel tijd inneemt. En als je dan YouTube doet, die super veel tijd inneemt. En school doet, die super veel tijd inneemt. Dan is al je tijd op. En als al je tijd op is... ja, dan kan je niks anders meer doen. Maar natuurlijk doe ik meer dan alleen school en YouTube. En die dingen, ja, die zien af als ik een YouTube-filmpje wil maken. Zoals hobby's, tijd besteden aan vrienden, andere hobby's, tijd besteden aan andere vrienden en... andere hobby's. Dus in deze video ga ik uitleggen hoe ik dat allemaal fix. Hoe ik toch zorg dat ik nog een beetje hobby's kan doen. Hoe ik toch zorg dat ik nog naar buiten kan gaan met vrienden. Hoe ik zorg dat de content die ik maak goed blijft. En dat deze niet afziet van mijn vrije tijd. Maar natuurlijk zou ik ook gewoon Minecraft kunnen recorden, hier niks aan editen en gewoon Ctrl-V en renderen in mijn editprogramma. Maar dat doe ik niet. Ik stop tijd in mijn video's en ik denk wel dat jullie dat appreciëren. Dus om al eens te zeggen aan jullie, nee, ik heb geen planning en ik zou dit beter eens maken. Dan zou het nog makkelijker gaan. Dus maak zeker een planning, maar ik kan mij niet aan de planning houden. Dus dat is een beetje het probleem. Zoals velen van jullie weten, doe ik 4 wiskunde economie. Dat is ASO. En in ASO moet je studeren, want anders, ja, dan heb je geen goede punten en dan moet je jaar over doen en jaar over doen, dat is geen oplossing. Het is tijd om een pack opening te doen op Advanced Warfare. Ik ga deze supply drop openen met mijn ogen dicht en gewoon luisteren naar mijn controller. Wanneer komt er geluid uit? En als ik elite gooi, voilà, ga ik blij zijn. Dus let's go! What the fuck? Dit is gewoon pure shit. We hebben wel een care package en die gaan we zo meteen gebruiken. Kijk deze schoenen. Kijk deze schoenen. Kom op. Hoe zou een supply drop opening zijn in real life? Zou het dan op dit lijken? Supply drop activated. Wat ik altijd probeer te doen, en ik denk niet dat dit het slimste is wat je kan doen, maar het werkt wel, is huiswerk maken en leren tijdens andere lessen op school. Dit is zeker niet aan te raden, en ik ga ook niet zeggen dat het supergoed werkt, maar het werkt wel. Ook hebben wij op school vaste studieuren, en deze helpen mij ook enorm, want daar kan ik ook gewoon huiswerk maken. En maak daar zeker gebruik van. Hoe leuk je het ook kan maken in de vaste studie, hoe grappig je het ook kan maken, hoe hard je gewoon een feestje kan geven in de studiezaal. Probeer huiswerk te maken in de studie. Want alles wat je daar doet, hoef je thuis niet meer te doen. En daar maak ik zoveel gebruik van. Als ik een toets heb de volgende dag, studie. Als ik huiswerk heb, studie. Een andere oplossing is natuurlijk ook gewoon de nerd van je klas contacteren, zijn taak vragen voor de volgende dag en deze overschrijven. Maar hierop moet je niet altijd rekenen, want ik heb wel eens gehad dat ik die dude contacteerde, dat hij mij de taak doorstuurde, de foute versie. Natuurlijk kon ik niet zeggen tegen de leerkracht dat ik opgelegd was, want ja, dan zou ik haar gewoon ook oplichten en zeggen dat ik mijn taken maak van een andere dude. Wat je ook kan doen, is gewoon tegen jezelf zeggen dat je je huiswerk eerst gaat maken. Dat je thuis komt, je leert je toetsen, je maakt je taken en dat je dan pas begint aan YouTube. Maar dit werkt niet bij mij, dit is onmogelijk. Ik kom thuis, ik zie die PlayStation staan, ik zie die computer staan, ik hoor die schreeuwen. En dan denk ik van, holy shit, ik moet eerst één spelletje Advanced Warfare spelen. Natuurlijk blijft dit nooit bij één spelletje. En op een bepaald moment is het dan avond. En dan heb ik door dat ik nog een video moet maken, dat ik nog huiswerk moet maken. En ja, dat is niet zo leuk. Want op dat moment krijg je stress. En stress is net wat je niet nodig hebt als je nog huiswerk hebt. En ik denk dat dit de beste manier is hoe je YouTube-video's maken en huiswerk kan combineren. Want natuurlijk gaat school voor op YouTube. En ik heb het daar soms ook moeilijk mee. Maar het is wel zo. We hebben onze care package. Ik ga die droppen in het midden van de map. Let's go. Daar komt hij. Jongens. Jongens, daar komt hij. Oh, vallende ster. En wat is het? Boom. Oké, we zijn dus een kleine UFO die raketten schiet, denk ik. En ja, we hebben een hitmark. En we hebben een kill. En we hebben weer een kill. Holy shit, dit ding is beast.
En ik denk dat dit voor de videokijkers ook een beetje het probleem is. Veel mensen die ik ken die video's kijken op YouTube, het tegenovergestelde van video's maken, hebben dan volledig hetzelfde als mij. Maar in plaats van thuiskomen en een video maken, is het bij hen dan thuiskomen en een video kijken. En we zeggen disconnect. Let's go PlayStation Network. We're making plays around here. Maar soms moet je gewoon echt kunnen de scheiding maken tussen school en hobby's. En YouTube valt natuurlijk onder het deeltje hobby's. En ik denk dat dit jaar het eerste jaar is dat ik echt iets ga moeten beginnen doen voor school in de examens. En dat ik echt volledige middagen ga moeten studeren. Eigenlijk niet, maar oké. Ik wil gewoon niet blijven zitten. En ik wil ook mijn ouders trots maken door goede punten te hebben. En natuurlijk kan ik voor 50% gaan en erdoor zijn met een A-test. En opnieuw wiskunde-economie doen. Maar dan zijn mijn ouders niet zo blij. En dan heb ik weer stress de dag voor ik mijn rapport krijg. Maar in de examens, als je je laat doen en niet leert voor de examens, kan je niet de dag voor je rapport krijg je nog terugtrekken. En ik hoop dat ik zo lang mogelijk ISO kan blijven verder doen. Want het is gewoon een toprichting en je kan er alle kanten mee uit. Ja, het is niet gemakkelijk hè, jong. Hè? Kun je hier even nog een quickscopeje leggen? Quickscopeje leggen, niemand zeggen. Ik heb de hele nacht gequickscoped. 10 paar piemels heb ik afge-no-scoped. Is daar ons slachtoffer? 3, 2, oh, we kunnen die no-scopen. No-scope, 3, 2, 1. Oh, we zijn gekild door iemand anders. Nee. Nee, al hardste fail ooit. Fucking hell. We moeten nog één iemand quickscopen. Dan kan ik de video deftig afsluiten. Is er daar iemand? Ja, ja, ja. Let's go, let's go, let's go. Is er rug, is er rug. Oké, waar is hij? Oh, dat was hem niet. We moeten hem vinden. Kom op, ik wil nog één quickscope. Ja! Holy shit! En die was nog nice ook. Let's go team! Wat nu als ik gewoon stop met school en bij Face Clan ga? Holy shit! Kunnen we daar iemand pakken? Laatste quickscope en dan sluit ik de video af. Hij is geklookt. Klookstil! Holy shit! Ik heb echt 4 streak met alleen maar quickscopen. Het is de allereerste keer dat ik dit probeer op Advanced Warfare. Let's go! Kunnen we nog één quickscope halen? Kom op, eentje, eentje. Daar is ons target. Oeh, shit. Oeh. I got you, bro. Right in the face. Daar is er nog iemand. Kunnen we die ook pakken? Ja, zeker, zien. Daar is er nog iemand. Die is gewoon hardscoped. En holy shit, we zijn dood. Laat een comment achter. Ik zie jullie morgen. Als we 100 likes halen. Met een nieuwe live commentary. Vond je het nu leuk? Dan zeg ik adios. Final quickscope. Let's go. Holy shit. En het is de last kill. Oké, nee, toch niet. Ik ben Ace Sid. Ik zeg adios.